In deze video laat ik zien hoe mijn ochtend tijdens deze warme zomerse dagen bij mij eraan toe gaan. Zoals je al waarschijnlijk van mij weet, ben ik een echte ochtendmens. En helemaal wanneer de zon vroeg opkomt en het warm is. Vaak word ik rond een uur of 7 wakker en dan ga ik eigenlijk bijna meteen uit bed. Ik maak eerst mijn bed op en ik pak een glas water met citroen. En vervolgens ga ik naar het balkon en lees ik een stukje uit een boek en schrijf ik een aantal dingen in mijn journal. Ik vind het heerlijk en rustgevend om op deze manier mijn ochtend te beginnen. Daarna wordt het tijd om mij klaar te maken voor de dag. Ik spring onder de douche, ik poets mijn tanden, ik doe mijn skincare routine. Vervolgens wordt het tijd om mijn outfit voor de dag uit te kiezen, mijn sieraden om te doen en mijn make-up aan te brengen. Omdat het op dit moment best wel warm is, draag ik 9 van de 10 keer geen tot weinig make-up. Maar vandaag had ik er wel zin in. Ik zie mijn make-up doen ook wel echt als een zenmomentje. Ik vind het altijd wel leuk om zo de ochtend te beginnen. En het ligt ook heel erg aan de dag wat ik met mijn haar doe. Soms doe ik het gewoon in een staart of in een knop. Maar vandaag besloot ik om mijn haar te krullen. En dit doe ik met deze krultang van T3 Micro. Ik heb deze krultang echt al heel lang. En eigenlijk heb ik niet echt een techniek hoe ik mijn haar krul. Misschien ook wel. Ik pak random plukken. De ene pluk is wat groter dan de ander. En dan krul ik als het ware naar buiten. En dan hou ik het voor ongeveer 10 seconden vast. En daarna laat ik het in mijn hand vallen. Om het nog een beetje af te laten koelen. En dan heb ik eigenlijk een wavy look gecreëerd. Wanneer mijn haar is gedaan en mijn make-up erop zit, wordt het tijd om te ontbijten. Maar voordat ik dat ga doen, neem ik deze ochtend ook nog een ijzersupplement. En ik ben zelf een groot fan van Blue Iron, want het smaakt namelijk naar bosbessen. Je kunt ervoor kiezen om Blue Iron door je voeding te mixen of je kunt het bijgeleverde lepeltje gebruiken. Voor ontbijt heb ik vandaag Griekse yoghurt met fruit en chiazaad. Omdat het warm weer is, is mijn eetlust ook veel minder. Maar toch wil ik elke ochtend wel iets eten. Vandaar dat ik zoiets luchtigs helemaal top vind. En bijna iedere ochtend maak ik ook een iced latte. Ik vind dit zo heerlijk. Ik vul dan een glas met ijsblokjes en vervolgens maak ik koude opgeschuimde melk erbij. Vanillesiroop en natuurlijk koffie en het smaakt onwijs lekker. Met koffie en al ga ik weer naar het balkon toe en ga ik aan het werk. Vaak zit ik hier maar een uurtje omdat het daarna niet meer uit te houden is. In de zon en op het balkon. En dan spendeer ik mijn werkdag verder binnenshuis. Ja, dit was dan hoe ik tegenwoordig mijn ochtenden begin. Laat vooral hieronder in de reacties weten wat jij 's ochtends doet om goed met de dag van start te gaan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.